Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Jullie zien het al, ik ben hier vandaag samen met Michael en we gaan de late dienst doen. We hebben een aantal bijzonderheden vandaag. We gaan een live Facebook vragenuurtje doen, om 7:30 was het. En we gaan vandaag Lex een dagje meenemen en we hebben nog een verrassing voor hem. En dat doen we eigenlijk om te bedanken voor alles wat hij afgelopen jaren voor ons gedaan heeft. Of niet, Mike? Ja, nou ja, je moet toch iemand een beetje bedanken voor de dingen die hij doet. Zeker, en we gaan kijken wat hij ervan vindt. Dus gaan we nu even op naar Lex, gaan we die even ophalen, zullen we die straks even voorstellen aan jullie. En voor de rest gaan we ook jullie gewoon meenemen in de noodhulp en alles wat we weer gaan beleven. Leuk dat je er weer bent. Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Middag. Oh, je zit nog in het donker. Ja, het is mistig, hè? Ja, het is heel mistig. Zo. Nou, ik moet er even wat binnen leggen, mag dat? Natuurlijk mag dat. Voordat we gaan. Kom maar bij je, wat heeft Lex allemaal weer gemonteerd? Nou, hij heeft een of andere fluffy ding op mij gemonteerd. Tenminste, dat is dat hij mij kan horen. Een zender. Een zender. En ik heb ook een broodje van mij. Dus we gaan er weer voor. Ja, hoop ik dat we... Lex die heeft weer zijn portable cameraatje mee. Ja, ik ben benieuwd wat we gaan beleven. Yes. Let's go. Nou, zoals jullie kunnen zien zijn we inmiddels op het OBT-centrum hier in Almere. Hier worden allemaal collega's getraind en dan moeten ze examens doen in de geweldsmiddelen en casussen oefenen en tot trainen daarin. Nou, vandaag hebben we dus Lex meegenomen. Hij mocht net al wat casussen doen om te kijken, om te ervaren hoe dat is, wat je als agent moet kunnen. En ook hoe moeilijk dat soms kan zijn om een beslissing te nemen. En dan gaan we nog straks even wat casussen doen met autoprocedure en misschien nog even naar de schietbaan. En dan haal je rustig de trekker open. Toch een beetje een raar idee, man. Zouden we even een onderzoek hier willen stellen, omgeving Gelderswet? Ja, bekend. Hi. Hebben we gewonden? Nee. Geen gewonden? Nee. Oké. Zit niemand meer in? Nee, wij zijn de inzittenden. Oké, jullie zijn deze inzittenden? Ja, wij zijn deze. Oké, hoeveel voertuigen betreft het? Ik denk 5, of ik weet niet, hij niet, hè? Nee, hij dus ik denk 5. 1, 2, 3, 5. 5 voertuigen? Ja. Oké. Je weet 5 voertuigen, geen gewonden, wel airbags uit. Gaat het? Nee, ik heb zo pijn in mijn rug. Je hebt pijn in je rug? Heel erg. Oké, je weet, ik heb pijn in de rug bij één iemand. Van C3, 021.
2321 gehad. Ja, 5 voertuigen wij betrokken, 3 redelijk in elkaar. Iedereen is uit het voertuig, airbags zijn uit. Ik heb 1 vermoedelijk slachtoffer, nekklachten, rugklachten. Ja, er is een andere onderweg en de sleep is ook al gebeld even. Dame, schrik niet, ik sta achter u. Ja. Ik ga u zo meteen vastpakken bij uw hoofd. Ja. Ik wil dat je zo weinig mogelijk met je hoofd beweegt. Ja? Ja? Oké. Schrik niet. Nee. Ga je bij je nek beetpakken? Ja. Ja? Oké. Kun je mij aangeven, waar heb je last van? Oké, gewoon je handen zo laten, niet bewegen. Nee. Ja, tussen je schouderbladen heb je last, ja. En in je nek heb je last. Ja. Oké. Goedemiddag, je bent de bestuurder van dit voertuig? Ja. Zal iemand hoeven? 2321. Hoe is het nu? Ja. Geen rechts last van rechts dingen? Ja, het is mij ondertussen als een rijbewijs. Ja, wat is er vertellen? Nou Lex, we hebben even status quo. Zoals je ziet, moeten we even wachten. De FOA die is onderweg op dit moment. Dat is de verkeersongevalanalyse. Die gaat kijken van joh, wat is er nou precies gebeurd? Wie is er verdacht in hetgeen? Dat heeft ook te maken met de slachtoffer die wordt bekeken in de ambulance. Als zij mee moet en het blijkt dat zij letsel heeft, dan wordt er automatisch een verdachte aangewezen. Die moet gehoord worden. Dus daar moeten we nu even op wachten, sowieso op de FOA. En ik moet even wachten tot mijn slachtoffer is nagekeken. Dus dat is even hoe we het gaan doen. Aardige file ook. Ja, aardige file. Het is natuurlijk heel erg mistig. We hebben een aantal botsopzorgers hebben we laten komen. Dus ze zijn onderweg om voor de file te komen te staan. Dat mensen worden gewaarschuwd voor de file. Op dit moment 3 aanrijdingen al. Verderop is er nog eentje en richting Lelystad is er ook nog 1. Nou, daar heb je net de brandweer zo voor zien rijden. Daar is meer schade en letsel bij. Dus dan moet de brandweer helpen. Dus wij moeten hier nu even aan de slag en we gaan de papierwerk even invullen met iedereen. Duidelijk. Duidelijk. Kreeg juist een melding van een aanrijding op de A6. Nou, het is uiteindelijk een kettingbotsing tussen 4-5 auto's geweest. Eén mevrouw is slachtoffer geworden, is naar het ziekenhuis vervoerd. Andere bestuurders zijn allemaal wel gecontroleerd, verder gelukkig geen letsel. Een aantal getuigen geven wel aan dat er één bestuurder toch even niet heeft zitten opletten. En die wordt nu ook als verdachte gehoord. Alle andere betrokkenen zijn ook als getuigen daarin gehoord. De FOA is nu de plaats voor het onderzoek. En dan gaan we daarna met de officier overleggen of er een dossier moet opgemaakt tegen de verdachte. De rest worden nu alle voertuigen ook door de bergen weggehaald en gesleept. En dan gaat het ook het verzekeringstechnisch werk beginnen. Kan die weg? Of heb je die nog nodig? Ik heb ze niet nodig. Jij hebt ze niet nodig. Als jij hem gehoord hebt? Hij is gehoord door een collega. Alleen de auto hebben we nog nodig voor de FOA. Ja, oké. Dan gaat die bestuurder die gaat weg. OC, bedankt. Alsjeblieft. Ja, u kunt mee met mevrouw. Okay. Dus de collega's hebben uw gegevens. Dus, u neemt nog contact met mij over de schade. Wij gaan nog even contact met elkaar opnemen, dan wordt dat allemaal geregeld. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké, okay. Tot ziens. Ja. Oké, okay. Dag. Dan zien we u morgen waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay.
hij is ook één eraf. Van de Glazen Meer. En wij zijn tegen de afrit, maar het is dus niet op de afrit, begrijp ik? Er is een brand, er kan ook gebeuren. Ziet door. 23-2 gevangen. We hangen net de telefoon op, het is doorgegeven. Ze moeten hem nog even in kennis stellen, denk ik. Hier, neem even een extra mee. MB2503 al. Stil. Ik zal van deze twee voertuigen willen houden. En waar wil je de 23-0-0? Ja, rustig, alles op de tijd. De eerste armen, ja, brandweer. Ja, nee, ik heb hem expres weggehaald, want er komt water, in ieder geval iets met rook eruit. Zou je? Je ziet rook. De radiator die zit tegen het motorblok aan, dus ik vermoed dat de radiator kapot geslagen is. En ja, je ziet dat de rook wit is, dus dat er niet iets aan de brand is op dit moment. Dus nou ja, de brandweer gaat het wel even controleren voor de zekerheid. Maar waarschijnlijk is dat het probleem wat we nu hebben. En qua slachtoffers? Ja, we hebben één persoon die geeft aan dat hij nekletsel heeft. Of tenminste klachten daaraan. Dus dat moet gecontroleerd worden door de ambulance. En we hebben een aardig wat mensen gehad die in het connection busje zaten. Die moet ook even nagekeken worden of daar geen bijzonderheden mee zijn. Dus daar gaan we nu op wachten op de ambulance. Leegmaatschappijbewijs. Ja. Wat heb ik tegen vragen doen? Ja. Mocht ik meer informatie nodig hebben, dan bel ik u nog even. Een die moest ik nog hebben. Het is eigenlijk anders. Het is gewoon een goede Het zou echt wel even mooi zijn. We willen blazen het formulier doen. Ja. En dan kunnen we dus nood zeggen van vul alles in zoveel VN weet. Ja. Oh, dat zou fantastisch zijn. Zijn we aan het doen, Lex? Ja, we zijn aan het wachten tot jouw computer is geüpdate. Dat was het eigenlijk, meer niet? Ja. Niet goed. Startscherm. Nou, goedenavond iedereen. Welkom bij het live vragenuurtje. Zoals jullie kunnen zien, onderin staat dat Dominique ook aanwezig zou zijn. Maar jullie hadden al meegekregen dat we het erg druk hebben vandaag. Zoals jullie hebben kunnen zien, hadden we een live vragenuurtje op Facebook. Nou, in ieder geval een hoop reacties, bijna 20.000 mensen gezien. In ieder geval, het mochten we hier bij Lex thuis doen. Ja, dus bedankt voor het klaarzetten en het monteren van de dingen die gebeuren. En voor de techniek. En Schieven die verstopt zich al.
Gaan we nu, nou, we hebben nog 1 uurtje voor de dienst. Gaan we nog even een paar dingen doen en dan gaan we naar huis, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Nou, let's go. Yo.